Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brain Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Alweer een nieuwe video. Mensen, super bedankt dat jullie op onze kanaal kijken. Alleen maar liefde voor jullie. Vergeet vooral niet te abonneren. Ga niet gelijk regelen, gelijk een belletje. En sowieso echt SO naar jullie. Gruwelijk. Ik ging één keer een actie opzetten van mensen, we moeten naar de 17k. Ik zie het, mensen gingen massaal delen gewoon. Echt, wallah, gruwelijk. Super bedankt daarvoor. Vandaag hebben we een hele bijzondere dag. We zijn uitgenodigd door Youssou. En door Islam Relief, zij organiseren een iftar. Het is voor de mensen uit Syrië die helaas niet genoeg middelen hebben om zelf een iftar te kunnen bekostigen. En daarin gaan heel veel mensen die kaartjes hebben gekocht. En dat geld gaat allemaal naar hun toe. Ja, daar gaan we vandaag naartoe. En Youssou die heeft mij gevraagd om een van de sprekers te zijn. Dus dat ga ik vandaag doen. Spannend, superleuk, super tof. Maar goed, zonder Bilal, ja, kan dat helaas niet. Want iedereen vraagt standaard naar Bilal. Ik ga Bilal ophalen, maar ik ben net naar de kapper geweest, tenminste, vanochtend. Daarna moest ik werken, had ik allemaal afspraken. Dus gewoon met mijn haar in mijn oren en weet ik wat allemaal. Heb ik afspraken gehad en nu ben ik snel naar huis gekomen. Sorry dat ik dat allemaal niet heb meegenomen. Maakt niet uit. Geen inshallah. Ik ga snel douchen. Ik moet wel een beetje tjotje eruit zien. Ik moet Bilal ophalen. Hij moet er ook weer een beetje fresh uitzien. Ik moet naar kantoor nog en ik moet nog een beetje voorbereiden, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Kortom, wordt weer een dikke video met Youssou komt erop. Als het goed is komt Lexus erop, Mobicep, Amira, onze wereldkampioen en Bilal. Kortom, dit is een video. Blijf kijken. Alleen maar liefde. Tot zometeen. Arrivederci. Jawel, jawel mensen. Kijk je een beetje naar Bilal en Brahim of niet? Ja, zeker weten. Zeker weten. Die, ja, man. Ja, ja. Strijder. Echte mannen. Assalamu alaikum mensen. Vandaag is dan de dag 24 mei. De grote iftar gaat plaatsvinden. Deze drollers die gaan niet mee. Ach. Is vandaag, ja, jullie mogen komen. Jullie zijn van harte welkom jongens. Maar ja. Die Haagse school van jullie blokkeert jullie weer. Ja, blokkeert ook. Dus even een mededeling naar de Haagse school. Even rustig aandoen met deze leerlingen. Zij doen heel erg hun best. Gunnen een beetje goede cijfers. Goede nummertjes. En dan gaat alles goed komen. En vandaag, we zijn nu volop. Het is echt een chaos. Dacht ik, moet 30 miljoen dingetjes regelen voordat ik nog naar Amsterdam ga. Zometeen in de file tijd. Dus waarschijnlijk is de eerstvolgende shot wanneer ik in de file zit. Of misschien niet. Nou, Brahim, gelukkig valt het een beetje mee. Je ziet het. Niet al te veel file. We zijn al bij Schiphol. Eigenlijk helemaal geen file gehad onderweg. Dus dat viel wel mee. Ik dacht echt, we gaan vast zitten. Express een uurtje voor genomen om zeg maar onderweg te zijn. Maar gelukkig viel het mee. Hier de A5 pakken en we kunnen alweer bij de eerste afslag eruit. Dat gaat het super snel vandaag eigenlijk. Het is nu op dit moment 6:10. Ik moet daar rond 6 uur zijn voor de voorbereiding. Even een beetje bespreken en alles. En daar gaan we er nog steeds een leuke avond van maken. De Ramadan Groepa is ook actief. Voor de mensen die mijn vlog kijken. Dit is natuurlijk voor de vlog van Brian. Maar voor de mensen die mijn vlog kijken. Ramadan Groepa is actief deze Ramadan. Je ziet één bendelid. Andere bendelid. Er zijn allemaal bodywarmers. Allemaal bodywarmers die Ramadan Groepa leden. Ach. Jawel. Nou, we hebben opgehaald. Dus dat is één. Wat nou weer? Zo. Deur dicht. Nee, joh, zot. Ja, stap maar in. Hallo? Gewoon instappen is moeilijk bij deze gozer. Stap eens in, joh. We moeten gaan. Hallo. Bilal. Jongen. We moeten gaan. Dat is wel goed. Ja, jij weer wel. Once upon a time, we were one of a kind. All my brothers. Ja, weet je, mijn mensen. Hier zijn Baba Khadija. Ja, mensen. Ja, ik zoek een normale verlichtjes van moskee. Ratata, dames en heren. Ik zoek een verlichtjes van de Bilal. Wat voor liedjes? Van alle liedjes. Oh, ik weet al wat voor liedje hij heeft. Dames en heren, dit is een lievelingsliedje van Bilal.
Ja, dat is Mobilo, dames en heren. Nee. Nee, dat is niet. Nee. Andere. Hoe bedoel je andere? Nou, papa, van liedjes. Papa, liedjes? Ja. Ik snap echt niet wat jij bedoelt. Jawel. Doe je papa liedje. Ga eens een beetje zingen. Wacht naar Jala. Nou mensen, we gaan rijden. Tot zometeen. Zijn we toch allemaal? Dag allemaal. Ik hou van jullie. Jawel, jawel. We zijn nog super vroeg hier zo aanwezig op, bij de iftar. Kijk, mijn brada hier. Mijn brada sinds way back. Sinds way back. Sinds lang geleden. Sinds vlog. Sinds Rafa Hout. Wij kennen die. Kijk eens, dit zijn mooie dingen, man. Brahim, je ziet het, hè. Je ziet het. Je kent dus ook als je hier bent. Los van dat de mensen al een kaartje hebben kunnen kopen. En dat geld gaat volledig naar Syrië toe. Kan je ook gewoon hier op het evenement, koop je dan zeg maar een waterfles en dat is dan voor een waterproject in Niger. Ja. Toch? Waterputten en dat soort dingen, toch? Sterk, dat is dan dat. En dan doneer een voedselpakket voor €25. Dat is dan bijvoorbeeld die kaartje wat we vandaag hebben gekocht. Het gaat allemaal dezelfde kant op, zeg maar. Juist. Je kan ook een leuke beertje halen. Dat is voor een eetproject. Die is €3. Wat voor project is dat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En doneer een eetcadeau voor slechts €25. Dat valt allemaal in hetzelfde pakket. Oké. Ik ga wel vragen. Komt goed. Maar het ziet er in ieder geval super tof uit. En ik laat jullie even de zaal zien. Ik heb natuurlijk wat folders. Kijk. Laat een weeskind weer een kind zijn. Dus echt... Zij doen echt van alles en nog wat. Islamic Relief doet echt van alles en nog wat. Je kan ook een aparte weeskind zelf steunen, hoor je het wel? Je kan maandelijks een bedrag geven. Ja? En dan word je gekoppeld aan één kind, zeg maar. Ja, mijn vrouw heeft dat. Zij heeft gewoon een kind, dan volg je ook hoe het met die kind gaat. En dan volg je ook hoe dat met dat kind gaat. Yes, ja, die is wel sterk, man. Ik moet dat ook even doen. Man. Hier zit als goed is dado in en zo. Zat er ook op, wacht, kijk. Uw ticket, hun iftar. Jij zit de dadels in, hè? Drie stuks. Sowieso een dikke shout-out en respect naar alle vrijwilligers. Zij doen het echt gewoon vanuit zichzelf. Ze worden er niet voor betaald, waaronder deze man. Dus je ziet het, Brian, het ziet er echt goed uit. En als je het bent, is al aan het repeteren. Mooie ding. Er is iemand, volgens mij. Allah. Gaat het hier gehouden worden, broeder? Ja, man. Yusuf is hier. Assalamu alaikum. Allah allemaal. Als je er niet bij bent, dan heb je dikke vet pech. Assalamu alaikum. Wie is dit? Wie ben ik dan? Wie is dit? Dit is? Wie is dat? Dat is de papa van? Amira. Amira. En waar is Amira? Ja. Wie is sterker? Bilo of Amira? Wat? Nee! Kijk eens, Bilo. Kijk eens, jongen. Wie hebben we daar? Wie is dit? Wie is dit? Ja, smaak me toch even naar hem toe, hè, vriend. Geef maar een knuffel. Brian. Ja, Jezus, wat klein ik. Alles goed, jongen? Allah, wat ik, man. Hey, dit is wel gruwelijk, man. Dit is gruwelijk, man. Dit is echt top. Maar ik ben best wel zenuwachtig. Zenuwachtig voor wat? Ja, ik moet zo meteen gaan spreken en zo. We gaan spreken voor onze broeders en zusters. Iedereen daar, die komt gewoon allemaal visabile. En ik kan alleen maar mooie dingen zeggen. Ja? Ja, alleen maar. Daar gaan we voor, man. En jij al helemaal. Jij kan goed praten, je weet. En met Bilal naast je zij, dan gebeurt er helemaal niks. Helemaal. Of niet, Bilal? Spreken ze alleen voor echte. Mensen, luister. Ik ga jullie vertellen, ik ken iemand al super lang. Deze man. Alsjeblieft, kom. Kijk, ik zeg jullie, deze man hier, hij is nu vrijwilliger hier zo. Wat is het verste wat jij hebt gefietst? Ik heb wel een omweg gemaakt. Ik ben naar Rotterdam gegaan. Van Leiden naar Rotterdam? Ja. Toen naar Arnhem. En met slippers nog ook. Ik kom echt moeilijk tegen. Hoeveel kilometer heb jij gefietst? Ongeveer 165. Ik wou de bord van Duitsland zien, maar... Maar op een gegeven moment was het donker, was geen licht meer, niks. Maar ik dacht, ga ik nu nog... ik geef via Papendal van Arnhem. Hoor je dat? 165 kilometer. En ik voelde me nog fit spelen, ja. Ik kon nog verder gaan. Bro, ik was 15 jaar, ik ging naar de Kuip fietsen terug vanuit Leiden. Brian Vlog. Hmm.
Ja, maar hij heeft niet. Hij heeft niet, man. Nee, man. Zwaar vijelletje. Maar met dit doen. Deze gaat echt niet komen. Deze gaat echt niet komen. Ja, mensen. Cantera Management. Skiwa Shri. Ja, het is goed, man. Te zien dat echt zoveel mensen aanwezig zijn. Dat iedereen hier met een glimlach binnenkomt. Ken je, dus dat zijn hele mooie dingen. Ja, ja, die is er ook. Gaat ook een leuk comedy stukje gaat hij doen. Mobicep. Ken je dat toch, Mobicep? Hij weet hoog. Hoog. Die is ook hier aanwezig. Maar voordat we met dat programma verder gaan, gaan we eerst even beginnen met... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Brein Vlos. Dat doe ik samen met mijn broertje, Bilal. Was het Bilal? Eigenlijk wat we doen, is we geven gewoon ballen aan kinderen. Want een bal die heeft mij hier gebracht, tot waar ik nu sta. Een simpel. Uiteindelijk Allah natuurlijk, subhanahu wa ta'ala. Dat is het allerbelangrijkste. Maar de middel was de bal. En één moment, dat vergeet ik nooit meer. Omdat we het over Syrië hebben, had ik een keer het genoeg om naar Lesbos te gaan. Daar waren allemaal vluchtelingen waren daar aangekomen. En ik weet nog dat we 1500 ballen hadden. We stel je voor, 1500 ballen en je gaat naar Lesbos. En je ziet al die tenten, waar al die gezinnen in zitten. Vaders, moeders, opa's, oma's, gehandicapten. En dan kom jij aan met ballen, dat jij denkt van, wat kom ik hier met ballen doen dan eigenlijk? Wallah, ik durfde het niet. Op een gegeven moment bedacht ik een trucje. Ik dacht, weet je wat, die ballen zijn zacht. Ik ga van tent naar tent, geef ik ze allemaal een bal. Ging ik doen. En ik had van die ballenpomp had ik in midden in het dorpje gezet. En je raadt het al. Letterlijk van tent naar tent, alsjeblieft, alsjeblieft. En ze gingen allemaal naar het midden. Gingen ze die ballen oppompen. Ze begonnen met elkaar te spelen. Dus er ontstond iets. En één mamskin, die was een jaartje of, wat is het, 75 of 80 jaar. En hij vraagt aan mij, hij zegt, zou ik alsjeblieft die bal mogen? Ik zeg, ja, sorry meneer. Ik zeg, dat is eigenlijk alleen voor kinderen. Hij zegt, maar alsjeblieft. Ik zeg, weet je wat? Ik had een volleybal. Ik zeg, als jij met deze bal kan smashen, mag jij van mij deze bal hebben. Die man pakt die bal. Hij keek naar die bal. Hij gooit hem op. Subhanallah, een man van 75 of 80. En hij smest hem zo het veld. Ik gaf hem die bal. En je moet je voorstellen, hè? Ik ben relatief jong en een man van 75, 80 jaar. Die man liep met die bal, liep hij zo weg. En ik, die uit Nederland komt, eten heeft, drinken heeft, die misschien allerlei verkeerde keuzes heeft gemaakt, moest misschien zo die man, oudere man, zo weg zijn laten lopen. Wat ik hiermee wil zeggen eigenlijk met het hele verhaal, is het gaat niet om dat we alleen maar geld doneren. We moeten elkaar helpen op wat voor manier dan ook. Het hoeft niet alleen financieel te zijn. Het is niet alleen maar met geld. Al die vrijwilligers hier zo, dus die dagen hiermee bezig zijn. Ik mag eventjes hier komen, ik krijg podium van 15 minuten. En dan gaan ze mij bedanken, alsof ik het allemaal geregeld heb. De echte mensen, dat zijn die vrijwilligers. Die achter de schermen, die allemaal dingen aan doen zijn. Die klaarstaan voor anderen.
Daar heb ik respect voor. Dus respect naar jullie allemaal. Barakallahu feekum. En assalamu alaikum. Kijk, dat zijn ze goed. Applausje voor deze man, applausje, applausje. Ja, 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 ja. Ik kan niet opdrukken. Oh, broer, kijk, kijk. Ik ga het wel zeggen. Dit leven kan niet bestaan. Broer, ik ben nog niet klaar met die jongens. Je moet ook komen. Ga met z'n vijf opdrukken. Met z'n vijf? Oh, dat is helemaal een feest. Maar oké, met z'n vijf. Als ik erin ga, gaat iedereen. Oké, laat zien. Kom maar. Maar jij moet het vergeten. Oh, Bielen, ga je ook binnen? Oh, applausje voor Bielen. Bielen. Ja, 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 ja. Ja, oké, is goed. Eén dikke shout naar Brada Bielen. Deze man is echt een van de grootste vloggers op YouTube. Blijf hem zo volgen, deze man. Dikke shout naar hem, man. Oké, Allah, bismillah, we gaan beginnen, anders hebben we geen tijd meer, ja? Ja. Oké, zo, bismillah. Eén, twee, jij doet mee en jij doet mee, ja? Kom maar, we gaan zo kom maar. Met de handen. Kom maar. Met de handen zo, Bielen. Kom maar. Wacht even op Bielen. Oké, Allah, bismillah. Eén, twee, kom maar. Eén, twee, juist. En drie, en door. Oké, okay, applaus. Dat was heel goed. Jij kon ook heel lang doorgaan naar binnen. Ja, goed. Dus ik heb een stekker van de zaak. Zo. Zipper, oh, aanleus. Met gezellig met papa. Zipper getan. Om lijven. Zipper gewend. Het is Barkelaar. Ik applaus voor mijn brother Bielen, man. Love voor Bielen. Jij hebt nog een vraag. Bielen, wat wil je laten worden, Bielen? Bielen. Oké, even voor jullie de kennisgeving. Bielen zit hier, hij is wel 18 jaar. Maar hij heeft een denkvermogen van iemand van ongeveer 2 jaar. Dus zo kan je een beetje vergelijken. Hij wil heel graag iemand zeggen. Hij begrijpt de vragen, begrijpt hij niet. Maar op het moment dat ik een microfoon geef, dan kost het wel heel veel moeite om terug te krijgen. Dus ik geef hem nu eventjes die gelegenheid. Jacob, mag het dus uit ouders. Maar het regelt zo velen. Ouders, roepen. En het is dus een heilige spanning. Dankjewel, Zeker worden. Heel kort, wat was jouw vraag precies? Wat wilde hij laten horen? Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, zover kan hij niet denken. Wat hij zou willen, om heel eerlijk te zijn, hij zou het liefst met mijn vrouw willen trouwen. Khadija. Heerlijk. Het gaat toch? Ja, het was leuk. Ja, wallah, echt respect, man. Het is echt leuk. Het was leuk. Nu is het toch, nu is het klaar. Dan gaan we zo meteen gaan bidden. Gaan we eten. En dan is het gewoon klaar. Iedereen zijn eigen weg. Lekker, man. Ja, iedereen heeft een leuke dagje. Is goed. Kijk, al die jongeren. Je weet toch, ze hebben de mogelijkheid om met mensen ervoor te gaan te chillen. Die ze niet 1, 2, 3 elke dag zien op straat. We zijn er, papa. Ja, weet. Papito. Hoe vind je dit, bro? Ik vind het top, man, broeder. Ik vind het top dat jullie aanwezig zijn. We zijn er gewoon. Alhamdulillah. We maken gewoon samen een leuke dagje van. En het is nou zoiets. Kijk, man, broeder. Ik heb honger, man. Helemaal van Breda tot hier gekomen. Dikke shout met mijn kleine Brada Bielen, man. Die man heeft daar heel die publiek gewoon overgenomen. Hij begint daar te rappen, papa. Doorgaan, papa. Loof, man. Strijder, alles goed, jongen. Loof. Kijk, dat is handen. Ai. Keep it. Vakken strijden, zeker met eiwitten, toen ze om die eiwitten moeten. Ja. Ik mag foto, man. De man, de myth, de legend is aanwezig. Alleen maar liefde voor deze man. Hij is er. Dit lijkt op een bruiloft, dus mensen, sorry voor dit, maar het spijt me echt. Man. Bro, maak het niet uit. Jij bent welkom als dan je zonder kleren. Ah, shit. Dat wil iedereen wel zien. Peaceful, the humans were equal. My brothers and sisters obeying Allah. We were one ummah, one ummah, one ummah.
gelijk en deze mas gaan. Ik heb shout-out naar Jules. Dit is voor jou. Er is nog meer daar. Ja. Waarom eet je niet meer? Huh? Ik ben wie is beter? Wie gaat winnen? Waar is jouw reis? Oké, dames en heren. Nu komt Bilo. Ja, ja. 3, 2, 1. Kom op, Bilo. Nee. Bilo. Dat is een moslim. Kan niet. Oké, check this. Deze man die kijkt dus naar mijn Insta-post. Sowieso, ik ben en toen ging hij volgen, hier komt hij hier naartoe. Hij heeft gewoon een dikke reis gewoon waar naartoe? Naar Marokko. Om wij les strijden. Zo naar Prime, sowieso, man. Laat mijn praten. Ik ga naar het vliegen. Oké, broer, in het goud, hè? Oh, man. Hij leent goud, dat is eigenlijk. Ik dacht, ik heb een miljoen gewonnen, maar... Gewoon een reisretourtje, gewoon een Marokko. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Yusuf. Het was leuk, man. Toch? Wallah, dank jullie wel voor het Wallah, komen. Jij bedankt voor dit alles. Samen met Islam Radio heeft Wallah gruwelijk gedaan. En Mira, jij ook echt super tof. Bilal, super bedankt. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen. Want Bilal, wij zijn echte vrouwen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Mensen, aardbeleidje. Why, alleen maar liefde, why. Yo, het Ibrahim, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why. Yo, echte mannen, why. Positiviteit, why. Activiteit, why. Negativiteit, why. Geen tijd voor, why. Inwegen door, why.